Oorlogen worden niet gewonnen door de allermachtigste, maar door diegenen die het sterkste verhaal te vertellen hebben. Die zichzelf als held in de strijd positioneren. Je kijkt naar Sluha Narodu, Dienaar van het Volk, een Oekraïense televisieserie uit 2015 over een onderwijzer die de strijd aanbindt met corrupte miljardairs en zo opklimt tot president. De hoofdrol in het mateloos populaire drama is voor Volodymyr Zelensky, een hele bekende naam inmiddels. Het plot van de serie is profetisch gebleken voor de Oekraïne en voor de carrière van de 44-jarige president die het gezicht is geworden in de Oekraïne-oorlog. Opgegroeid binnen de Russisch sprekende Joodse gemeenschap viel Zelensky op als een goede leerling en later als mediaproducent en zakenman. Meest overtuigend echter blijkt de Oekraïner als acteur. Zelensky weet als geen ander hoe voor de camera te bewegen en hoe hij het publiek voor zich moet winnen. 2 jaar na de eerste uitzending van de politieke serie besluit Zelensky zijn scripts te verruilen voor de realiteit. Hij richt zijn eigen politieke partij op, die hij, waarom ook niet, Dienaar van het Volk noemt. En nog geen 2 jaar later krijgt hij 54% van de stemmen in de parlementsverkiezingen en wordt hij president. Als in februari 2022 Rusland de Oekraïne binnenvalt, groeit Zelensky uit tot het gezicht van de strijd tegen Poetin. Hij wordt dé oorlogsheld in eigen land en ver daarbuiten. Het levensverhaal van Zelensky klinkt als een opgaande lijn, als een successtory. Maar dat is het niet. Een president spelen is één, er ook echt in zijn een tweede. Als Zelensky de machtigste man wordt in de Oekraïne, ligt het land overhoop. Het is onrustig in het oosten, onder de Russisch sprekende minderheid die na de annexatie van de Krim in 2014 meer aansluiting bij het Kremlin verlangt. Bovendien wordt de Oekraïne lam gelegd door wijdverbreide corruptie. Machtige miljardairs maken de dienst uit en houden de overheid in een houtgreep. Zelensky blijkt daar niet geheel ongevoelig voor. Bij het uitlekken van de Panama Papers komt zijn naam naar boven als een van de duizenden belastingontwijkers die hun vermogen in een tropisch belastingparadijs hebben geparkeerd. The richest 1% of people on earth now have as much wealth as the rest of the world combined. Zelensky's populariteit daalt snel. Een jaar na zijn aantreden als president kan hij nog maar op 20% steun rekenen. En dan is er ook nog deze man, Donald Trump. Om zijn opponent in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 in discrediet te kunnen brengen, vraagt hij in 2019 of Zelensky onderzoek wil doen naar de zakelijke ondernemingen van diens zoon Hunter Biden in de Oekraïne. Daarvoor moet de Oekraïense president, een gehate en recent ontslagen procureur-generaal, wel weer in dienst nemen. Het politieke spelletje komt in de openbaarheid en kost Trump bijna zijn kop in een afzettingsprocedure. President Trump has just been impeached. Zelensky op zijn beurt kan een verdere politieke carrière gedag zeggen. Herverkiezing in 2024 lijkt zo goed als uitgesloten. Maar dan, als Rusland op 24 februari 2022 de Oekraïne binnenvalt, lijkt het een kwestie van dagen voordat de overgave getekend wordt. Amerika en het Verenigd Koninkrijk bieden Zelensky politiek asiel aan. De president kan vanuit het verre buitenland zijn laatste jaren als president slijten van een regering in ballingschap. Dat is het voorstel. De Oekraïense onafhankelijkheid lijkt opgegeven. Maar Zelensky wil van geen wijken weten. Een dag na het begin van de strijd nodigt hij alle cameraploegen in het land uit voor een toespraak vanuit het parlementsgebouw. Zijn boodschap: Oekraïne zal nooit opgeven, zolang hij president is. Het blijkt een meesterzet en het begin van een geweldige comeback voor Zelensky. In no time mobiliseert hij voor- en tegenstanders in het land en motiveert hij het Oekraïense leger om zich verder in te graven en de Russische opmars tot stilstand te brengen. De woorden van de president, die vanaf dat moment vaker te horen zijn, hebben ook internationaal effect. De NAVO en het Westen zien in Zelensky het gezicht van de strijd tegen het Kremlin. De vrijheidsstrijder tegenover de dictatoriale Poetin. Europa en de VS beloven steun. En die komt er. In vorm van wapens, hulpgoederen en opvang van vluchtelingen. Vergelijk je Rusland en de Oekraïne in deze oorlog, dan wint de eerste het met gemak op militair gebied. Rusland beschikt over een veel groter leger in de regio en een indrukwekkend wapenarsenaal. Maar Zelensky ziet een veel groter strijdtoneel. Eentje die op wereldschaal wordt uitgevochten. Waar Poetin kan rekenen op steun van enkele oude Sovjet-satellietstaten en China, is de Oekraïense leider hem de baas in de publiciteit in de rest van de wereld. Zittend tussen kameraden in een gewoon kloffie, oogt Zelensky een stuk sympathieker dan zijn ambtsgenoot in het Kremlin. Hij is benaderbaar waar Poetins bizarre optreden steeds meer dat van een dictator lijken. I'm normal human. Zelensky is jong, progressief en bereid tot concessies. En Poetin een machtswellusteling, met de hopeloos verouderde ambitie om een groot rijk te stichten en te verdedigen. Of in ieder geval, zo is het beeld. De acteur wint het van de geharde bestuurder. De publiciteitsoorlog draagt in belangrijke mate bij aan steun voor internationale sancties tegen Rusland. Economische maatregelen die de roebel onder druk zetten, groei in Rusland tot stilstand brengen en oorlog voeren op lange termijn onbetaalbaar maken. En zo zou Zelensky nog wel eens de winnaar in dit conflict kunnen worden. Wil je meer zien? Ga dan naar Zeitgeist op YouTube. Abonneer je en volg ons om op de hoogte te blijven van de laatste filmpjes. Zeitgeist vertelt je het hele verhaal.